Onze vakantie begint bij het heuveltje. We gaan op reis met bus 5. Piet zit achter het stuur. Vanaf Koblenz rijden we een mooie route langs de Rijn. Met een veerpont steken we de Rijn over. In Rüdesheim mogen we de benen even strekken. Op het einde van de dag stoppen we voor een overnachting in Ebrach. De volgende dag brengen we eerst een bezoek aan de stad Straubing. Als lunch kunnen we kiezen uit een lekker broodje van bakker Wurm of een lekkere snack op een gezellig terras. We passeren nogmaals de Blauwe Dome.
Niet lang daarna rijden we naar Reichenau binnen. Waar Hotel Haus Rita staat. Essen wird so sein, wie gesagt, die Suppe serviert ihr. Dann hinten haben wir dann ein Buffet für den Salat, den können Sie sich selber holen. Und das Hauptgericht ist auch wieder ein Buffet und das geben wir Ihnen dann auf die Teller. Na, Ontvangst leest Chauffeur Piet onze kamernummers voor. 211. De eerste excursie die we maken is naar het museumdorp Baijense Wald. Piet koopt kaartjes met groepskorting. Stinkt het daar? Nou, nee, het valt zo in het water. Na de lunch rijden we naar de Poschinger Glashütte. Waar we een rondleiding met gids krijgen. Vandaag brengen we een bezoek aan het Baumwipfelpad in Neuschönau.
Piet regelde toegang voor ons. En al spoedig wandelen we tussen de boomtakken. Na een flinke wandeling bereiken we het boomei en begint de klim naar boven. Je kunt hier heel mooi alle dorpjes zien. Na de lunch rijden we naar Zwiesel. We krijgen uitleg over het bereidingsproces van snaps en mogen daarna proeven. Na de proeverij komen we zingend naar buiten en rijden we naar Haus Vita. Vandaag een excursie naar Passau. Na een uurtje rijden parkeren we de bus op de Donaukaai. Onder leiding van een gids maken we een rondwandeling. De poeken ziet wat madame hier uit naar zijn frat als een reigers morgen. Ja. Ja, ik heb geen ander woord ervoor. Als je het ziet wat die uit naar, dan word je niet, dan word je oppakt. Wij gaan naar de andere kant. Wanneer begin jij? Na de lunch krijgen we een rondvaart op de Donau. Thank you.
en varen we ook een stukje op de in. Te snel naar ons idee, meren we af en rijden we weer naar huis Rita. We rijden naar Regen, waar we een bezoek aan de ruïne Burg Weissenstein brengen. De volgende excursie is naar de Zilverberg, waar een zilvermijn is. Der dorst, der blost mich immer so, ich kann nix ändern dran. Sieht sie einmal im Wirtshaus drin, dann fang die Gaudi an. Voor een rondleiding door de zilvermijn moet je met de stoeltjeslift omhoog. Mag ik den ersten Schritt van die Schlüge schon auf und boven? So rasch, so rasch, so riesengroßer Rausch. Stehst auf, holst du, so rasch, der ist er drum. So rasch, so rasch, so riesengroßer Rausch. Stehst auf, holst du, so rasch, der ist er drum. Mit meinem. We komen op een terras met mooi uitzicht. Wij van huis, wie ziel ik dan ten heimbegang, doch plötzlich steht da was. Zwei Herren von der Polizei stehen doch im Werk ganz blass. Dann macht mir eine die Türe auf, schon lieg ich auf der Straße. So. Waar we ons aanmelden voor de rondleiding door de nacht. Nadat we een cape en helm hebben gekregen, kan de rondleiding beginnen. Maar helaas zonder te filmen. Na de rondleiding brengt de stoeltjeslift ons weer naar beneden. Vandaag staat een bezoek aan Tsjechië op het programma. De stad Český Krumlov heeft een aantal leuke straatjes. Yes, Pati, Pasterna Marila, yes, Pati, Pasterna Marila, yes, Pati, Pasterna Marila, yes, Pati, Pajida Parasol.
Alle straatjes komen uit op het Stadsplein. Op weg naar huis brengen we een bezoek aan een reusachtige eretempel voor belangrijke Duitse staatslieden en kunstenaars. De tempel staat hoog op een berg, bij Donaustauf, met een mooi uitzicht over de Donau. Binnen is het niet erg spannend, dus gaan we liever koffie drinken. Voor de lunch maken we een stop in Regensburg.